To this very special edition of the Cross Media Café. Voor de kijkers thuis, het is allemaal live te volgen. Ja. Met dank aan Karen Maldooi voor het uren en uren uitzoeken van al die filmpjes en al die clips uit die oude crossmedia cafés. Want wij staan hier omdat we Eppo iets aan willen bieden. Eppo die heeft namelijk laatst als directeur van Beeld en Geluid heeft hij de bouwplannen van het Mediapark in ontvangst genomen, inclusief een maquette van een aantal vierkante meter. En ik zag een paar weken geleden dat hij ook alle kledijden, de jurken en pakken van de presentatoren van het Songfestival in ontvangst had genomen. En toen dachten wij van nou, daar is nog meer mogelijk. Want wij hebben hier al jaren op kantoor staan deze doos met harddisks en daar ligt een A4'tje in waarop staat vraag Frank. Met andere woorden, zit er niet aan, vraag mij. En op al deze harddisks staan 10 jaar Cross Media Cafés, 10 jaar Media Jaarcongres en 10 jaar Media Future Week en allemaal andere dingen, zelfs de 3D-dagen waar al aan werd gerefereerd. Totaal vergeten nu. In totaal 1750 filmpjes en sommige van een minuut, sommige van een uur, met internationale sprekers en heel veel Lara Ankersmit, zoals jullie ook zagen in dat voorfilmpje. En we dachten, ja, wat zou het mooi zijn als we dat in het Beeld- en Geluidarchief zouden kunnen laten opnemen. Dus ik heb gevraagd of dat mocht. En Eppo. Nou, Frank, ik ga daar mijn feestmuts bij opzetten. De bijzondere archivaris van dienst. Hij is gelukkig muts. Waarom? Daar krijg je heel vaak mensen aan de deur met een theelepeltje van de AVRO, bijvoorbeeld uit 1930. En daar hebben we er denk ik ook 1930 van liggen. Dus daar moeten we ze iemand uitleggen. Nou, ontzettend veel dank. Dan voeren we het theelepeltje evenzo als de aangever af, zoals het heet. Theelepeltjes mogen we dus niet meer aannemen, maar dit hier. Deze, ja, wat wij noemen oude meuk aan harddisk, dat alleen al is al geweldig, maar waar het om gaat is natuurlijk wat hier wordt verteld. Want hoe dan ook, we hebben net zeven geweldige mensen horen spreken. En ik mag er wel eens over schrijven. Dit instituut heeft overigens de afgelopen 2 jaar 28 miljoen euro gespendeerd aan onderzoek over hoe wij in die media leven. Hè, zowel sociaal, maatschappelijk, maar ook gewoon heel technisch. En een van de knapste dingen die wij hier moeten doen, dat is namelijk de taak van de archivaris, het opslaan voor de eeuwigheid. En dat gaat naar een volgende stap. Dat gaan we niet meer op harde schijfjes doen, maar op DNA binnenkort. Dat hebben we al gedaan met het EK88, wat proeven. En zo zijn we hier bezig. Maar we zijn ongelooflijk blij dat jullie allemaal en ook vandaag hier mogen meenemen. Want u moet zich bedenken dat je over 10.000 jaar hier landt op deze planeet. En dan is er nog maar één instituut over. Het Instituut voor Beeld en Geluid. En daarin vind je dan terug wat er toen allemaal bedacht was. Dat eigenlijk het niet zo heel veel veranderd is. Dat de mensen nog een beetje mis en wel een beetje langer geworden. En niet heel veel langer. Dat is heel grappig. De Nederlanders gestopt met groeien. Dat is interessant. Maar goed, dat even terzijde. Voor mij heel fijn. Ik ben niet zo groot. Maar hier zijn we echt diep, diep gelukkig mee. Dus geachte heer Visser, dank jullie wel. En vooral alle sprekers en Monique natuurlijk, die gedurende die 15 jaar, die 100 keer hun zielenroerselen hierin hebben vastgelegd. Dank je wel. Kan jullie vertellen, ik vertelde dit aan mijn ouders, die zijn natuurlijk ook diep gelukkig. Ons kind in het archief van Beeld en Geluid. Roeland, jij blijft nog even zitten en daarna gaan we naar de pauze. Want jij bent ook vaak langsgekomen voor geluid vanuit de universiteit. En zoals gezegd, we hebben ook heel vaak wetenschappers over de vloer gehaald. Maar je hebt nu iets ontwikkeld waardoor zo'n hele bak video, dat je daar ook uit kan halen. Want een van de grote ontwikkelingen die nog niet besproken is
De machine kan veel meer begrijpen dan je denkt. De machine kan veel meer zien dan je denkt. De machine kan dus ook van alles uitzoeken over een heel groot bestand. Vertel. De goede microfoontjes. Ja, nou ja, interactie met data hebben we natuurlijk vandaag wat voorbij zien komen. Interactie met heel veel data die in het archief hebben zitten. Dat is natuurlijk ook spannend, maar dat kan je niet handmatig allemaal doen. En het is heel leuk door zo'n heel archief heen gaan. Want we hebben vandaag een heel klein stukje archief gehoord van Crossmedia. Maar het hele archief van Beeld Geluid ligt daar vol mee. En onderzoekers zijn ook heel geïnteresseerd in verbanden die er te leggen zijn. En elke dag, zoals Lara zei, elke dag is weer wat nieuws. En er zijn weer nieuwe verbanden te trekken. En dat soort onderzoek is ook heel interessant. Niet alleen voor onderzoekers, maar ook voor onderzoeksjournalisten die in het archief allerlei interessante weetjes zouden kunnen gaan halen. Maar daar is techniek heel belangrijk voor. En dat roepen we natuurlijk al jaren in de Crossmedia Cafés onder andere. En die technieken die we ook daar gepresenteerd hebben, die komen steeds beter tot zijn recht in nu wat wij de mediasuite noemen. Die echt voor onderzoek is ontwikkeld om met behulp van bijvoorbeeld dingen als spraakherkenning, beeldherkenning, het koppelen van data met linked open data, om daar echt onderzoek mee te doen. Dus dat is eigenlijk het waar. En wat kan je dan allemaal, daar zit 15 jaar van mijn leven zit in dat doosje, wat kan je daar dan allemaal uitzoeken? Nou ja, we zouden jou kunnen gaan taggen en dan al jouw quotes achter elkaar zetten. En dan kijken of er nog wat zinnigs uit te halen valt. Of dat je misschien visionair bent geweest in het verleden. Ja, nou ja, dat soort zaken. Nee. Maar ook misschien koppelingen maken met echt events in het nieuws. Hè. Zijn er relaties tussen wat al hier al speelde in die crossmedia cafés. En die uiteindelijk ook in het nieuws terechtkwamen. Je noemde net al wat die voorbeelden van die boeken die recentelijk zijn verschenen. Nou, dat is dan leuk om dat linkje te kunnen leggen naar dat ene evenement in het crossmedia café. Maar dat is meer entertainment misschien. Maar het is ook interessant vanuit wetenschappelijk perspectief of vanuit onderzoeksperspectief of onderzoeksjournalist perspectief om dat soort relaties ook te kunnen vinden in zo'n hele grote berg aan data. En als nou, het is natuurlijk de volgende droom van mijn ouders, maar als nou iemand zegt van, we gaan eens even echt een heel onderzoek doen naar alles wat er gezegd is en hoe dat met de werkelijkheid gerelateerd is. Kunnen alle mediastudenten van Nederland dit archief dan gratis doorzoeken samen met de mediasuite? Als je onderzoek bent bij de universiteit op dit moment, dan kun je daar bij en dan kun je dat onderzoek doen. Maar het is de droom van de archivaris van dienst om dit voor iedere Nederlander beschikbaar te stellen. En uiteindelijk de koppeling te kunnen maken, ik zie het woord armoede, een belangrijk sociaal gegeven, want ik zit even denken of ik een microfoon zou pakken. Ja, maar het zijn natuurlijk mensen thuis. Ja, precies. Wat belangrijk is, dat weet Roeland ook, om het uiteindelijk voor iedere Nederlander en daarbuiten beschikbaar te maken. Het staat hier het woord armoede bijvoorbeeld. Maar als je daar nou door de hele lijn, we koppelen hier bijvoorbeeld Delver aan, de grootste krantendatabase. En voor iedere historicus of iemand, een onderzoeker, is dat heel fijn. Want je kunt dan zien of de media op een bepaald moment die armoede ook al hebben opgepikt. Nou, die cross, zeg maar, crossjes maken in research, die zijn geweldig. En voor iedereen, je kan dan je eigen naam terugvinden, de overlijdensadvertenties van je familie of de geboorte juist, of al die dingen. En dat zijn waanzinnige hoeveelheid data. Echt, man, geloof me, we reizen hier met kruiwagens per seconde naar binnen. Maar dat is wel heel interessant. En dat geeft aan, zeg maar, waar wij ooit van waren en misschien wel waar we naartoe gaan. En dat is eigenlijk de grote, iedereen zegt erfgoed, man, wat moet je ermee? Nou, wij doen er wat mee en dit is daar eentje van. En ik hoop dat iedere Nederlander en daarbuiten van kan genieten. Dat was het een beetje. Nou, heel hartelijk dank.